Everybody sees signs of the summer. Everybody loves the swing of the drummer. Everybody sees the signs of the summer. Means that you gotta move on. Well, I've been traveling. My thing's so true. Life is a holiday. Summer is where I travel to. I've been to Hollywood, Sunset Boulevard. Girls walking mini shorts, gotta be a movie star. Everybody sees the signs of the summer. Everybody loves the swing of the drummer. Everybody sees the signs of the summer. Means that you gotta move on. Everybody sees the signs of the summer. Everybody loves the swing of the drummer. Everybody sees the signs of the summer. Means that you gotta move on. We kunnen ons misschien allemaal nog herinneren het moment in 1978, de finale van het WK in Argentinië. Het Nederlands elftal, niemand had het gedacht dat ze ooit weer in een finale überhaupt terecht zouden komen na 4 jaar. En wat gebeurde er? We moesten spelen in het River Plate Stadium tegen de Argentijnen. En vooral tegen één doelman. En die was ongeveer, dacht ik, 2 meter, maar hij zal nu wel iets kleiner zijn. Maar in mijn ogen was hij heel groot. Filiol. En in die laatste minuut, toen Robbie Rensenbrink tegen de paal schoot, tegen de buitenkant van de paal, en daarna meteen de scheidsrechter floot voor het einde van de wedstrijd en er toen verlengd moest worden. Nou, u weet allemaal misschien nog wat er gebeurd is, maar voor de jongere kijkers onder ons, we hebben toen verloren in de verlenging. En nu gaan we Jaime Filiol ontmoeten en misschien gebeurt er nog wel meer. Het blijkt dus dat Filiol een soort voetbalschool, speciaal voor keepers, is begonnen midden in Buenos Aires. En hij heeft er al heel wat opgeleid voor binnen- en buitenland. Want het schijnt zelfs dat hij nu ook met Argentinië in Duitsland is om daar de keepers te begeleiden. Nou, het grote succes van 78 had hem dus geen windeieren gelegd. Maar of hij het allemaal begrepen had dat het niet alleen maar een kort interviewtje zou worden, maar dat we ook nog iets speciaals in petto hadden, dat weet ik natuurlijk niet. En ja, het blijven Argentijnen, het zijn toch nog een beetje Spanjaarden, mañana, mañana, dus we moesten maar afwachten of hij werkelijk kwam. Nou, eventjes nog naar de oude plaatjes te hebben gekeken. Hier ziet u hem, El Pato, rond 1978. En oh, hier met die wereldcup, jongen, die wij zo verdiend hadden. En toen was hij daar. Mijn grote, tussen aanhalingstekens, held. Ah, Mr. Filiol. Saluto. Jaime Filiol. Ubaldo. Ubaldo Filiol. Jaime Filiol, chileno. Oh, jugador de, oh, de tennis. Oh, wacht even. Jugador de tennis. Oh, tennis, ja. Claro, yo... Nou ja, goed, het foutje kan je maken. Ja, I comprehend respect. Ubaldo. So we can translate and you know and Ubaldo Filiol heet hij dus. Ja, ja. Holanda, equipo Holanda, finale. Esa era la foto de la finale. Ah, la foto de la finale Holanda. Oh, yes. La foto de la finale. Oh, finale. Nou, daar willen we dus helemaal niet meer aan herinnerd worden, aan die finale. Potverdikkende. Oh. En is un momento in la primera minuta, eh? Oh. El bal, el gol, palo. Ja, dat moment in die laatste minuut. Dat die bal tegen de paal gaat, wat natuurlijk idioot is, want wanneer gebeurt zoiets? Bijna nooit. Oh, my dear, oh dear. So we're going to gewonnen. Actually go to the moet toch iets geweest zijn. Vamos a River Plate. On vamos a River Plate Stadium is all. No? Now? Hablaron. Sí, sí, sí. Now. And there we can go with the ball in the palo and, you know. Ah. Okay. Okay. Voilà. Nou, het is toch een beetje een verrassing, geloof ik, want hij weet niet echt wat hij ermee moet. En hij zal wel met een of andere excuus komen dat hij natuurlijk niet kan of iets anders. Of geen tijd. Nou ja, hij is natuurlijk onze enige truc om daar het River Plate Stadion binnen te komen.
pasado hablaron con otra gente. Sí. Want het is natuurlijk niet zo dat je even aan de treinknecht van Pek Zwolle vraagt of je even een balletje mag trappen in het doel. Ik denk, nou, ik geef hem toch maar een visitekaartje. Je weet nooit. Netwerken, netwerken. Ja, even uitkijken of er niet een telefoonnummer van een van de dame net weer achterop staat. Zou in verkeerde handen kunnen komen. Ja, hier ging het natuurlijk allemaal om. Rensenbrink, van de Kerkhof, Ardiles, no. Ardiles, sí. Gallego, sí. Holguín, sí. Kempes. Kempes, Mario Kempes, sí. Kempes, eh? No, Tarantini. 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 Ah, Mario, sí. Grande. Daar hebben we Mario Kempes, ja, en dan had je natuurlijk Loeken. Hector Chumpitas. Sí. Chumpitas, die was volgens mij van Peru. Caselli. Ja, Jol begint los te komen. Oké, vamos a la... Bocini. 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 Sí. Bocini, sí. Hola, Artigochea. Ah. Van de Kerkhof, Rijsbergen, Krol, Neeskens. Ja, ik ken er ook nog wel een paar. Nou, die jongens gingen mee als vervangers voor het Argentijnse team van toen, om toch een beetje in dezelfde leeftijdscategorie te zitten. Die zouden dus een beetje de verdedigers vormen om te kijken of het toch die laatste minuut nog eens over konden spelen, wat er nou precies in de hand was. Menotti. Hier het wereldteam, hè? Van toen. Menotti, die rookte zich helemaal als een schoorsteen. Luque. Luque, sí. Kempes. 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 Filiol. Sí. Tarantini. Sí. Houseman. Houseman, sí. Gallego. Galván. Ardiles. La Rosa. Sí. Todos miljonaires. No. No? Ze zijn dus geen miljonair geworden. No? Dat lijkt me sterk. No todos. Maar un solamente. Hij wel. Solamente. The only millionaire. The only millionaire that left. No, but Kempes, you know. Naturalmente. Pasarela, missionaire. Pasarela, sí. Vamos. Bartoni. A plate. Bartoni, Pasarela. Met die jonge Maradona, die was toen volgens mij een jaar of 17, 16. In die tijd. We gaan naar het River Plate Stadion. Oh man, dat zal me toch wat zijn. Maar komen we erin? En komen we erop? Dat is de vraag. Ongeveer net zo moeilijk als Parkhotel Adler in Hinterzarten te betreden. Kijk, hij is nog altijd beroemd en bekend. Als dat nou maar helpt bij de bewaking en bij de voorzitter en bij wie dan ook, belangrijk is om de poort te openen naar het veld. Oh, kijk. Puerta dos. Ik laat nog even mijn Argentijnse shirtje zien. Ik denk, misschien helpt het. Oh, het was lastig, zei hij. Maar we mogen. Oei. Dan gaat het toch gebeuren, jongens. Een van de belangrijkste stadions in Zuid-Amerika. Het is dan wel niet het Aztekenstadion in Mexico, waar er ongeveer 120.000 in gaan. Maar het River Plate naast het Boca Juniors stadion is toch ook wel iets, hoor. Ja, dat lijkt me wel handig dat we wel een bal hebben, want anders zijn we helemaal van niks. De bal en de paal. Yes, that is the one.
the pole. That was the pole. The famous pole. Ja, waarschijnlijk heeft u de beelden nog wel teruggezien en was het doel aan de rechterkant, maar de camera's stonden dus eigenlijk aan de andere kant waar wij zijn binnengekomen opgesteld. Dus volgens El Pato, viool, was dat het doel waar het gebeurde. Nou, even omkleden. Ja, ik had geen echt oranje shirt bij me. Ik wou ook niet meteen de kat op het spek binden. En ik weet niet of u heeft opgelet, maar Viool zelf heeft wel een oranje overhemd aan. Dus dat scheelt al enorm. So I first go as like it goes Argentinian first. I never wore an Argentinian shirt. It must be is a little small. Doesn't matter because it gives the feeling of a world champion. Ja, om je toch eens even in een Argentijn shirt te steken en te kijken als je dan het River Plate stadion binnenkomt, wat er dan met je gebeurt. Maybe I could come up to... Want dan heb je ook misschien het gevoel van wat die Nederlandse jongens hadden toen ze daar in een vol stadion, in een zinderende massa, op een broeiige avond het veld betraden. En het broeide hoor. Oeh, het broeide. Put another head on it, you know. Just in case. Oh. Ja, ik lijk ook nog wel een beetje op die Loeken. De blonde Loeken. Ik had er zo in kunnen staan. Gives a feeling. The River Plate Stadium. Where all those big matches. And actually, you know, with the goalkeeper that took care of that they won the championships. And that they won all these games. Because he had to. Ja, ik praat Engels omdat die andere jongens natuurlijk er ook omheen stonden. Dan konden ze me een beetje volgen. Hè? Om de spanning op te bouwen. Maar er was natuurlijk iets met die doelpaal of met dat doel of met die bal misschien wel aan de hand geweest. Want het leek me zo gek dat die bal er niet in ging. They're in Argentina and everybody thinks Argentina is going to win. Nou, dat rood-wit-blauw, dat leek me een aardige combinatie. Dus de strepen overdwars. En de Argentijnse strepen in de lengte, hè, dan heb je toch nog een beetje het idee dat je bij elkaar hoort, maar niet heus. Nou, toen zongen ze volgens mij helemaal niet mee in die tijd. Now this man, I think he was left wing, Robbie Rensenbrink, very good player, he played in Belgium, and they got him into the Dutch team. This was the goal, in fact, on this side. So we actually have to go. Now the moment. He can explain what the moment was. You know, they can be defenders, like the defenders of the Argentine. They're all Argentinian, so there are three defenders. The name of this defender. Simon. The name of this defender is... Oh, wacht. Ja, als je eenmaal dat in je hoofd hebt zitten, met die geheimen. It's a Chilean, but it's my nervous. I'm so nervous. Oh, kijk, de truc met de bal. Oh, we have to hurry. Please. Rensenbrink was here. Nanninga stond in de voorhoede, die kopte op een gegeven moment 1-1 in. Want Argentinië kwam met 1-0 voor. Nou, toen was het 1-1 en toen kregen we in de laatste minuut ja, zo'n fantastische aanval met Robbie Rensenbrink, de linkspoot. Het was eigenlijk een 1-2'tje, een eitje was het, een eitje. Dus het moet iets geweest zijn. Ja, laat het. Okay. Naast proberen. You stand on the goal. Where were you standing?